hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Wij zijn inmiddels aangekomen op onze bestemming. We hebben zo een meeting en we gaan eindelijk een keer naar Spirit. Net hebben ze nog aan het vasten, ik niet. Dus ik heb echt heel veel zin in. Ik ben dus weer begonnen met het keto dieet. En ja, ik heb er zin in. Net zien we ook. Vandaag is ook jouw eerste dag sport, hè? Oh, die laat me wel ja. Even zwaar hangen. Mijn challenge. Oh, sorry. Mijn challenge gaat vandaag starten. Het is maandag. En vanaf vandaag sport ik elke dag. Ik ben benieuwd of ik ga halen. Jij? Of ik heb je er vertrouwen in dat ik het ga halen? Als je naar me luistert wil. Ga jij het halen? Sowieso, fuck. Echt waar, elke dag? Elke dag? Nee, echt niet moeilijk. Sorry hoor, maar jij ging naar de iftar elke keer slapen en zo. Ja, maar nu heb ik motivatie toch, dat is challenge. Oké, let's go! Bam! Yes. Jongens, dit is wat ik heb gepakt. Ik heb 2 soorten asperges, salade, bloemkool, broccoli, guacamole en ei. Oh, zijn we weer in de auto? Zijn we weer, een paar uur verder zelfs. We hebben de was opgehaald. We hadden even een eerste meeting. 2 meetings. Nog een meeting. Toen zijn we gaan werken. En toen zijn we de was opgehalen. En nu ga ik naar motorrijles. Nessie gaat naar motorrijles en ik ga met Esmee lekker eten. Dat is heel erg lang geleden. Dus, ga je eten dan? Ja, dat weet ik niet. Moet ik even over nadenken. Ik vind dat wij shirts moeten maken met wat ga je eten dan? Eerlijk, als iemand bij ons vraagt van wat ga je eten, dan zeg ik, ja, wat ga je eten dan? Wat ga je eten dan? Wat ga je eten dan? En ja. Wat ga je eten dan? Zeg dan. Allah, ik weet niet. Waar heb je zin in dan? Zin? Ik weet niet waar ik zin in heb. Ken je dat? Ik heb zin in... Oh, die geur van gebakken uien en knoflook. Ja, dat is wel echt altijd heel erg lekker, hè? Ik ben inmiddels bij Happy Italy met S. En wij gaan hier even lekker eten. God, jongens, wij kwamen hier naar Esmee's huis. En kijk, is het gewoon een random kat in haar keuken gewoon. Wij zagen deze kat voor de deur en deze is gewoon binnen gesmokkeld. Volgens mij... Oh mijn god, wat moeten we doen? Ik durf hem niet te pakken. Nee, want eerst leek hij heel lief, maar toen deed hij heel raar. Hé, vriendin, wil je even hier vanaf gaan? Doe even normaal. Ken, wat doen we nou? Ken, pak die kat. Pak die kat dan. Is jouw huis. Is jouw huis, vriend. Pak die kat. Oh, shit. Wat moeten we nou doen dan? Dat weet ik niet. Volgens mij is ze ook heel bang. Hi. Hallo. Kom, laat hem naar buiten. Ah, wel een mooi katje hoor. Oh, Yosabi. Wajo. Oh, zo erg. Kenji viel haar net aan. Niet doen. Ken, kom. Ja, maar ze viel hem ook terug aan. Echt waar? Ja, ze sloeg hem. Wee, yo, Ken, kom. Oh, ik vind het zo eng. Ik weet niet hoe ik moet. Ik weet niet. Oh my god, Kenji, wat ga je doen? Kenji, wat ga je doen? Oh jongens, het is zo eng. Nou, katten zijn inmiddels weg. Wee, yo, overgebleven met Kenji. Hebben we inmiddels koffie gedronken? Dag. En ik ga nu weer naar huis. Geef mij een kusje. Ik ga gewoon zomaar weg. Ja, je gaat net bijna een kusje. Ik ga er weer vandoor. Goedemorgen, ik zie er echt niet uit. Ik ben net wakker. Ik ben kapot. Ik ben echt gesloopt. Oh, mijn katje te eten op achtergrond. Ik ga stuk. Even kijken. Ik ben gisteren naar opnames geweest van Nessim in de nacht. En daarom was ik echt heel erg laat thuis samen met Nessim. En als het nog niet erg genoeg was, dan hebben we terugweg. Want hij kon toen nog... 10 minuten eten of zo. Hebben wij dus bij de Burger King gegeten. Hebben we echt zo slecht gegeten. En het ergste van allemaal is met dat soort dingen van... Je kan wel zeg maar ongezond eten. Maar als het ook nog even niet smaakt. Dan ben je gewoon gelijk geïrriteerd. En dat had ik gisteren even. Oh, ik ben koffie aan het maken. Kijk mijn babyhaar. Ik ga helemaal stuk. Maar in ieder geval. Ik heb dus gisteren lopen shooten. Voor een samenwerking en het ging echt niet zo soepel als ik had verwacht. Het was dus buiten en met buiten moet je altijd rekening mee houden hoe de zon is, hoe de belichting valt. Eigenlijk hielp gewoon niks mee. In het begin, in de middag heeft Nessie mij geholpen met de shoots, het was voor een samenwerking en het ging niet zo goed, want de wind was gewoon heel hard en mijn haar vloog alle kanten op, de belichting was slecht, de zon was te scherp, dus ik was er niet zo blij mee. Dus ik was ook gelijk echt zo heel erg teleurgesteld, omdat ik een heel andere verwachting had in mijn hoofd. Ik had een heel andere idee, zeg maar. En toen heb ik dus in de avond nog lopen shooten met Esmee. En dat was echt pas na 8 uur of zo. Zelfs toen was de zon eigenlijk best wel fel.
heeft ze toch nog een beetje leuke foto's kunnen shooten voor mij. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb gisteren trouwens voor het eerst bij Lidl Vie gegeten met S. En ik vond het heerlijk. Ik heb gekozen voor rundvlees met gemixte groenten. Dan krijg je lekker broccoli en zo. En ik heb ervan genoten. Ze hebben de huisgemaakte ijstee. Dat vind ik ook wel lekker. Wel een beetje aan de zoete kant. Ja, maar het was op zich wel een... ja, het was op zich wel lekker. Zo, lekker een koffie gezet. Ik ben nu trouwens aan het wachten op Esmee. Die komt dus zo aan. Schatje. Hi, goedemorgen. Het is mijn eerste katje. Het is alleen maar aan het eten. Het is Lyra en ik wil jullie wat laten zien. Zij krijgen zo bezoek. En ben ik best wel een beetje bang voor. Want ze kunnen het met elkaar al niet zo goed vinden. Ik wil even laten zien wat er is gebeurd. Lyra, laat je wondjes zien. Kijk hoe zielig. Zo zielig. Ze hebben gevochten. Kijk. Zo zielig. Echt, ik vind het echt zo pijnlijk om naar te kijken. Mijn hart breekt gewoon. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. De ene keer zijn ze echt best te matties. En de andere keer heeft Lyra een wondje. En het is echt niet zo dat Lyra zeg maar heel erg braaf is en Dino heel stout. Maar Dino is gewoon wat sterker. En ze heeft andere soort nagels ook. Ja, hè? Maar jullie krijgen vandaag bezoek. Jullie krijgen vandaag bezoek, hè? Ik ben echt zo benieuwd hoe het gaat aflopen. Want Kenji komt hier slapen, hè? Kijk eens wie hier is. Hallo. Ik ben zo benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ik ook. Waarom doet Dina niks? Dina, waar is ze? Waar is Dina? Waar is... Oh, hier. Dina is hier. Ik ga stuk. Ja. Waar gaat hij heen dan? Hij gaat gewoon weg. Oh, hij gaat op onderzoek uit. Kijk hem sluipen dan. Sluipboy. Waar is Lyra? Ik weet niet of ze elkaar mogen, man. Ja, best wel. Ik ga beter al toen ik Lyra dan. Lyra is gewoon aan het chillen. Ze heeft echt een dikke scheid aan hen. Dan denk ik, hey, dag, ik ga niet bemoeien. Ik ben net aan het filmen, sukkel. Oh. Wel lief dan tegen elkaar, hè? Oh. Nou, leuk dit. Dan, Lyra zit gewoon in zijn bak. Te chillen. En hij doet precies niks. Zo, wij zijn inmiddels een pui verder. Ik kom van Fabulous Beauty Company. Sunita heeft weer mijn wimpers gedaan. Ik heb echt voor extreem gekozen. Zoals jullie zien, ik denk dat heel veel het niet mooi gaan vinden. Maar ik vind het op dit moment echt super leuk. Ik ga me zo opmaken en dan ziet het er gelijk heel anders uit. Want nu heb je zo'n kaal gezicht en heel heftige wimpers. Maar het gaat er later mooier uitzien. Zoals jullie zien heb ik het even allemaal klaargelegd. Want ik ga zo ook een shoplog opnemen voor jullie. Ja, yeah, that's it. Met de katten gaat het goed. Lyra is niet zo blij met Kenji, maar Dina is super blij. Ik ga me snel klaarmaken. God, ik ben net klaar met mijn shopping haul. Ik mag lekker gaan opruimen, jongens. En kijk hoe lief mijn kind slaapt. Oh, ga je wel cool. Jongens, ik ben echt zo kapot van vandaag. Heb ik trouwens al mijn make-up laten zien en zo voordat ik ging filmen? Volgens mij wel. Ik ben echt zo kapot. Niet normaal. Ik heb gewoon zo slecht geslapen. Ik heb nu echt een heel droge mond van praten tijdens de shoplog. Maar ik ga nu even lekker drinken. En volgens mij gaat Nessie binnen een paar seconden aanbellen. Want hij belde me net dat hij beneden stond. Ik ga even mijn haar vast doen. Ik ga even al deze kleren hier opruimen. Ik ga de vaat doen. Even opruimen. Hij is net thuis en ziet Kenji voor de eerste keer. Vind je hem leuk? Hij is zo groot. Ik wist wel dat je ging schrikken van hem. Kijk, aan het chillen dan. Ja, ze is echt allemaal aan het chillen. Ze is, nee. Is best vet met Kenji. Lyra, kom eens. Is Lyra daar? Ja. Lyra wil aan mij knuffelen, heb ik zeker. Hey, Lyra. Lyra is heel boos op Kenji. Kom maar hier, Lyra. Kom maar. Nou. Volgens Esmee houdt hij van mannen, dus ja. Ik ben benieuwd. Hey. Hij is alleen een beetje afwachten met Dinar. Oh. Nessim gaat nu even een uurtje slapen. Ik ga even chillen. Ik ben ook echt super moe. Dus we hebben het wel even nodig. De katten zijn ook lekker rustig nu. Ik vind mijn wimpers echt heel mooi. Ze doen me een beetje denken aan mijn wimpers toen in Marrakesh. Toen had ik het ook heel erg heftig gedaan. Maar deze haartjes zijn net iets fijner. Of de andere deden me nog af en toe wel pijn. Maar deze zijn echt heel erg chill. Ik zal even hieronder taggen waar ik altijd mijn wimpers doe. En het is bij Fabulous Beauty Company. Ik ga slapen. Ik ga nu beginnen met editen, jongens.
echt geen zin, maar ik moet even. Hey, tikkert! Tikkert! Dat is wel mooi, hè, Marcel. Oh, oh, sorry, ik zit op straat van Lira te tappen. Vind je hem leuk? Ja. Hi Kenny. Hi. Heb je vriendjes gemaakt? Heb je vriendjes gemaakt? Oh, lekker zeg. Ja, lekker zeg. Echt jongens, wij moeten even deze dozen vandaag gaan opruimen. We hebben gewoon een kamer vol met dozen. Helemaal klaar ermee. Maar Kenji vindt deze doos dus echt helemaal geweldig. Ze maakt voor zichzelf een broodje kip. Deze kip heeft hij dus gisteren gehaald bij Koolmees. Hij heeft het net opgewarmd. En hij maakt er een heerlijk broodje van. Zo, en dit is mijn eten. Gewoon een volle bord met groenten. Heerlijk. Ik heb asperges. Haricot vert. Ik weet echt niet hoe ik het moet uitspreken. Gewoon salade, olijven en kipfilet met roomkaas. Mimi. Love it, ja. Ik mis jou. Ik moet weg. En wij zijn theatershow aan het kijken van Patrick Lauray. Dus Nessim is net weg naar zijn optreden. Zoals ik al zei begin van de vlog, was ik dus gisteren nacht meegegaan met opnames, maar ik ben helemaal gesloopt. En ik moet nog heel veel editen vannacht. Ik moet voor morgen een video opsturen die goedgekeurd moet worden. En ik moet de vlog van morgen nog editen. En ik moet even kijken of de foto's van de shoot gisteren even zijn gelukt. En ik moet het ook allemaal even doorsturen. Dus ik ben nog even bezig vannacht. Maar voor nu heb ik een pauze. Ik zit eindelijk op de bank. Ik heb even een heerlijk theetje voor mezelf gemaakt. Ik heb een pyjamaatje aangetrokken. Ik ga weer 90 Day Fiancé kijken. Want er staan weer nieuwe afleveringen op. Die ga ik even nu kijken. Ik denk dat ik even ga liggen. En daarna gewoon de hele nacht aan het werk gaan. En ik heb echt mezelf beloofd om gewoon... Ik heb mezelf gewoon beloofd om veel gedisciplineerder aan de slag te gaan. En dit is gewoon een kleine start. Ik vind Paola helemaal geweldig. Ik zweer, ik zal alleen maar 90 Day Fiancé kijken voor haar. Maar goed, ik heb hier nu dit. En ik ga nu even mijn voeten insmeren, want het is zwaar nodig. Ik ga nu beginnen met editen. Zo, struit. En ze is over een half uur thuis. Dus ik ga... Guys, jullie gaan het niet geloven. Maar ik ben klaar. Oh my god, mijn ogen doen gewoon pijn. Ik ga rustig aan naar bed. Ik ga even in de badkamer even tanden poetsen. En dan ben ik klaar met deze dag. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer.